daar nieuw gameplay op mijn kanaal. Noob Gaming. Vandaag zie je op de achtergrond dat we een nieuwe wapen hebben. Een nieuwe auto hebben gekocht. Nee. En we hebben ook een nieuwe. Grand Prix. Dus we hebben een nieuw wapen. Het is een straatauto. We gaan eens kijken in de garage. Kijk, het is een straat. We hadden straatraces. Noemt Tokyo. We hebben de banden aanstaan. We hebben al een paar dingen upgegraden. We hebben de banden aanstaan, waar je mee extra bonusmunten kun je bij verdienen. Stel, je hebt een power-up en kilt iemand daarmee, dat je meer punten daarvoor krijgt. Dat is wel goed. En we gaan twee potjes racen. We reden vandaag. Twee potjes. We doen eerst super ronde, dan is het laatste nou op tegen te rijden. Maar ook, in deze straatracers Grand Prix eigenlijk. Als je twee power-ups, eerst heb je gewoon één power-up en nu kan je twee power-ups in de pak. Maar nu als je twee power-ups pakt, greep die op. Hoe meer power-ups hij pakt, hoe meer dat hij upgrade. Dus hij is eigenlijk veel beter. Dus hopelijk gaan we een snelle tijd neerzetten. Gaan we de beste tijd neerzetten. Krijgen we drie gekregen, drie sterren. Er zit ook een heel ander kante bocht in. In deze race, maar mijn broer heeft al gespeeld. Dus we hebben nu, dus we gaan kijken of het zo is. Mijn broer kan het al. Ik heb het al. Naar de volgende race. Straks. We hebben één kijker, zoals je ziet rechtsboven. Heel goed. Dankjewel aan het kijken, mensen. Oké, we gaan nu een achtervolgingsrace doen. We hebben wel iets gedaan. Eén start minder de map. Je moet rijden en proberen hem in te halen en aan te raken. Tegen te beuken. Dus. We gaan het proberen. We hebben een betere wagen nu. Dus we gaan proberen. Trekken. Oké, hier zit echt niet echt in. En hier zit echt goed voor een power. Dat is een double upgrade. Deze map. Dat is al met veel bochten werk. Ik kan hier achterzelf rijden. Wel twee kijkers, en klaar! Het gaat beter, klopt. En er ook twee. Ja, hier is dat toch? Voor de eerste tijd misschien niet meer.
misschien wel nog. Maar dit wordt het, maar ik denk van wel, we hebben hier een goede boel staan. Ja, net nog 2 punten. Dat was tweede race. Dankjewel om te kijken. Nee, wacht. We gaan nog 1 keer proberen hier dit opnieuw te doen. Nog 1 keer tot we gaan. Nog 1 keer. Hopelijk blijf je kijken. Hopelijk komen er nog meer kijkers erbij. Dus we gaan. We hebben een nieuwe wagen. We moeten toch weer upgraden. We moeten hem upgraden. Dus nou. We gaan gewoon proberen, jongens. Jouw backup over is? Dubbel, ja. Dubbel. Is dat goed? Ah, shit. Nope. Omdat mijn lukken. Nee, nooit meer lukken. Sorry, jongens. Het is niet meer lukken. Nu weten we het nu al. We hebben dat spel nu het spel niet veel te weten. We gaan er al van nu doen. We hebben al 6 keer of 7 keer proberen voor dat we aan doen. Nee, ik kom hier nu maar aan 30 voorbij. Dus ik kwam niet al 7 punten voorbij. En dat is ineens. Ja. Kijk maar in de zicht. Is daar al? Ja, we komen dichter. Natuurlijk een betere wagen. Nee, en derde tijd denk ik vrees ik ook niet. Nee, daar vrees ik zelf ook voor. Sorry mensen, het was een slecht potje van mij, maar dan zeker in mijn gevoel. Het is moeilijk hoor, ik kan één ding zeggen. Als je het spel download, het is heel moeilijk. Maar ik druk zeker op mijn rem nog. Ja. Sorry mensen, ik ga stoppen. Ik hoop dat je het leuk vindt. En hopelijk als we 1 like halen en minder dan 7 dislikes en 1 abonnee meer halen, dan vinden we het heel erg leuk. Kijken we beneden een keer. Maar terwijl je nu toch nog kijkt, gaan we toch nog eens kijken naar onze antietschappen, garage. Nee, we hebben hem al gehaald. Hier. Dat kan we nog niet. We kunnen die hier aan hier garage. We gaan onze auto een beetje upgraden voor de volgende keer dat je kijkt. Dus we gaan acceleration en topsnelheid. En misschien nog eens. Nooit. Ja. Nee, ik zal niet wegleggen. Ik zal hier nog eens acceleratie voor de versnellen. Oh ja, oké. Oké, dat is goed. Dat voor die bochten. Voor die bochten dat we beter kunnen opnemen. En bling bling. Hebben we nog steeds. Dus tot de volgende keer mensen. Hopelijk ga je het leuk vinden. Eerst moeten we nog eens kijken naar hier. Bye bye mensen. En hopelijk tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Tot een volgend fascinerend filmpje. Als je kijkt naar de beschrijving. Als je leest zeker de beschrijving. Want het gaat heel erg merkelijk cool worden. Tot ziens.